Rijnsburgse boys in het zwart en geel tegen de Dijk. Het gaat goed met Rijnsburg. En de eerste kans van de wedstrijd is voor Van Ooyen. De Rijnsburgers die al 3 wedstrijden op rij wisten te winnen. En de Dijk heeft punten hard nodig. Is dit een overtreding of niet? Nee, maar dit wel. Dit is de overtreding die gemaakt wordt door Hidde Prijs. Dus krijgen we een strafschop. El Gourari gaat achter de bal staan. En die doet dat onberispelijk. Het is de 21ste minuut. En dan komt de Dijk op voorsprong. Het gaat niet zo goed met de Dijk. Maar dit is de 2-0. Nee, ja, toch is het de 2-0. Ahaoui geeft hem het laatste zetje. Een curieus moment daar. En dan mag Rijnsburgse boys het gaan verzinnen. Is dit ook een strafschop? Ja, zegt scheidsrechter Puts. Dus Opoku, de hele lange Opoku, achter de bal. Hij stuurt de doelman de verkeerde hoek in. En Opoku zet de 1-2 op het scorebord. En dan is er weer hoop voor de thuisploeg. Jeffrey Jongenelen mag ver komen, mag ver gaan. En wat is dit een prachtige goal. Jeffrey Jongenelen, het stiftje met links over de doelman die kansloos is. Stan Bijl heeft het nakijken. En een geweldige 2-2 voor Rijnsburgse boys. En die gaat zeker de boeken in. Het wordt dan onvriendelijk, maar het is wel de treffer van Raymond Baten. Hij kopt snoeihard binnen achter de doelman van Nieuwkoop, die kansloos is. En zo is het dus de Dijk dat weer op voorsprong komt. De Dijk dat uit het KNVB-bekertoernooi ging door Ajax. En is dit een rode kaart? Jawel, want die heeft hij al in de hand, scheidsrechter Puts. Het is de 2e gele voor Kodalak. En dat betekent dus rood. Rijnsburgse boys dus met een man minder. Maar dan wordt het alleen nog maar onvriendelijker. Daar is het Rudder die ook van achteren trapt. En dan is het opstootje daar. Daar komt Tony Tol. En die krijgt ook nog een duw van een van de mensen van de staf. En die wordt nu naar de tribune verwezen. En mag ook het veld verlaten. El Gourari legt klaar voor El Idrissi. En die maakt dit uitstekend af. De Dijk wint met 4-2 bij Rijnsburgse boys.